Hallo, mijn naam is Anouk Smit en welkom bij Voor de Film. Deze keer een inleiding bij Requiem for a Dream. Laat ik beginnen met zeggen dat deze film alle regels van de klassieke cinema aan zijn laars lapt. Zodanig zelfs dat de studio, toen die film allang af was, zei: nou, we weten niet of we hem wel gaan uitbrengen. Dat was eigenlijk nadat er een staande ovatie was geweest op Filmfestival Cannes. Nou, gelukkig is die alsnog uitgebracht en kunnen wij hem bekijken. Het is een heel uitdagende film. Hij is in en in triest en aan de andere kant ook erg vermakelijk. En dat is knap. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. There's my three meals, Mr. Smartypants. Anybody want to waste some time? Wat maakt Requiem for a Dream nou zo'n bijzondere film? Nou, ten eerste omdat er geen klassieke protagonist is. Geen hoofdpersoon dus. Dat hebben we natuurlijk wel eens eerder gezien, hè, in mozaïekfilms zoals Magnolia, Happiness, Pulp Fiction. En die waren er ook al toen deze film gemaakt werd. Maar wat deze nou weer net even ietsje anders maakt, is dat hij eigenlijk wel een hoofdpersonage heeft. En dat is The Addiction, namelijk de verslaving. Die speelt hierin de hoofdrol. En als je nou bij jezelf denkt, nou, een film over verslaving, heb ik daar nou wel zin in vanavond? Dan kan ik je vertellen, het klinkt misschien gek, maar het is een film vol met komische scènes, absurde situaties en prachtig mooie beelden. Dus het is niet alleen maar allemaal kommer en kwel en narigheid. Schrijver en regisseur van deze film is Darren Aronofsky, die al eerder de shoestring budget thriller Pi maakte, waarmee hij zichzelf in één klap op de arthouse filmkaart zette. Het is gebaseerd op een boek uit 1979 en Aronofsky wou deze film maken omdat hij het een uitdaging vond om te kijken hoe krijg ik nou die subjectieve beleving van verslaving bij de kijker. Kijk, in een boek kun je natuurlijk gedachten beschrijven en emoties, maar bij een film niet. Een film is alleen beeld. Nou, hoe heeft hij dat nou gedaan? En dan komen we terug bij waarom hij alle klassieke regels in de wind heeft geslagen. Het is werkelijk een walhalla aan visuele effect. Verschuivende decors, timelapses, shots heel kort achter elkaar gemonteerd. Een normale film bestaat uit een paar honderd shots, deze uit 2000. Die shots weer geloopt, slapstick muziekje erachter, extreme closes, nou, noem maar op. En het goede is, ik accepteer het allemaal als kijker. En hoe komt dat nou? Nou, Aronofsky heeft van het begin af aan tegen ons, de kijkers, gezegd: jongens, zo gaan wij met elkaar praten. Zo gaan we communiceren. De hele eerste scène, of bijna hele eerste scène, bestaat bijvoorbeeld uit split screen. Nou ja, dat deden we in de jaren 70. Over de jaren 70 gesproken, je zal heel veel dingen in deze film zien uit de jaren 70, want het is gebaseerd op een boek wat over de jaren 70 gaat. Maar je ziet ook dingen terugkomen uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Dus de kostuums en de decors zijn jaren 70, maar je ziet bijvoorbeeld ook mobiele telefoons. Nou, dat is best wel vreemd en dat is eigenlijk een hele brutale keuze. Daarmee wil Aronofsky eigenlijk zeggen: jongens, verslaving, dat is niet een probleem uit de jaren 70, dat is iets van alle tijden. Nou, er valt nog veel meer over deze film te zeggen. Bijvoorbeeld dat hij vrij wide begint en dat hij steeds closer en closer en closer en closer wordt tot op het laatste. Elke scène begint met een extreme close. Maar het leukste vind ik eigenlijk dat Aronofsky ons, de kijkers, heel serieus neemt en niet onderschat. Wat hij doet is, hij gaat niet allerlei dingen uitleggen en vertellen van hoe het nou allemaal komt. Maar hij werkt volgens het principe get in late, get out early. Ik hoop dat je er zin in hebt. Dit was Voor de Film. Mijn naam is Anouk Smit. Klik nog even op het duimpje en abonneer je op het kanaal. Dan zien we je de volgende keer bij Voor de Film.